Hallo allemaal, in deze video neem ik jullie mee in de digitale aanlevering van zorg en zekerheid. Het digitaal aanleveren van aan- en afmeldingen van zorgverzekeringen voor arbeidsmigranten. Wanneer de bemiddeling verzorgt voor arbeidsmigranten, krijg je al snel te maken met zorgverzekeringen. Want iedereen die in Nederland woonachtig is of werkzaam is voor een Nederlandse werkgever, is verplicht zich aan te melden voor een zorgverzekering binnen Nederland. En vanuit de zorgplicht voor je medewerkers of vanuit goed werkgeverschap bieden de meeste werkgevers ook een zorgverzekering aan voor hun medewerkers. Een van die partijen die dit aanbiedt is Zorg en Zekerheid. En vanaf nu hebben we daar een digitale aanlevering voor de aan- en afmelding voor beschikbaar vanuit het product. Via deze functionaliteit is het mogelijk om vanuit het indienst- en uitdienstproces automatische berichten te genereren die je normaal via het werkgeversportaal zou moeten doorgeven. Dit is een enorme besparing van je tijd. Tijd die je binnen je organisatie veelal wel beter kan besteden. Nou, hoe werkt dit precies? Daarvoor neem ik jullie mee naar Insight. In Insight beginnen we op het Flexportaal. En hier gaan we een medewerker in dienst melden. Nou, voor deze demo heb ik ervoor gekozen om al een groot deel van alle persoonlijke en contractgegevens te vullen. En dan zien we ook hier terug, alle persoonlijke gegevens zijn gevuld. We gaan naar volgende, naar de tweede stap. En eigenlijk de kracht van de hele koppeling die we hebben met zorg en zekerheid, is dat op het moment dat je de instantie, waar ik zo meteen op terugkom, gekoppeld hebt aan het profiel, hoef je eigenlijk niks meer te doen. Maar er is één maar. Het kan best wel eens goed naar voren komen dat je te maken hebt met een voorgaande werkgever die te laat een zorgverzekering afsluit. Nou, daarvoor hebben wij een veld geïntroduceerd die we hier onderaan zien. Afwijkende begindatum zorgverzekering. In de basis hoef je dit veld niet te vullen. Alleen op het moment dat de voorgaande werkgever de zorgverzekering te laat afsluit, ja, dan kan het zo zijn dat de begindatum die wij gebruiken, dat is standaard de arbeidsverhouding, de begindatum van de arbeidsverhouding, dat die te vroeg is. Nou, daar kun je met dit veld een andere waarde in opgeven, zodat de zorgverzekering op een later moment begint en ingehouden wordt. Voor nu vullen we dit veld niet en gaan we er gewoon vanuit dat de 1-6 die ik hier heb genoteerd als begindatum contract ook netjes de begindatum is voor de aanmelding van deze collega. Nou, voordat ik op toevoegen klik, gaan we ook heel even naar de stamkaart van deze medewerker. Want los van dat je iemand in dienst kan melden, kan je ook iemand in dienst melden vanuit het aanmaken van een plaatsing. Nou, in dit geval selecteer ik die knop, selecteer ik een willekeurige klantovereenkomst en zien we ook dat hier het veld beschikbaar is. Begindatum blijft gewoon de begindatum van het contract en afwijken kan eventueel met dat veld. Dus vanuit verschillende ingangen zijn deze gegevens tot je beschikking. We gaan terug naar de indienstmelding en we klikken hierop toevoegen om de daadwerkelijke indienstmelding ook te voltooien. Hij is opgeslagen, keren terug bij het Flexportaal. En ja, waar komen de gegevens nu terecht en waar stel ik het in? Daarvoor maken we de switch naar Profit. We stellen dit in het profiel, in het indienstprofiel. Daarvoor gaan we vanaf het startmenu van Algemeen naar In- en Outside, Profiel. Hier zien we al gelijk het profiel dat ik zojuist heb gebruikt voor de indienstmelding. En als we naar het tabblad Aan te maken instanties gaan, zien we hier een nieuw veld. Zorgverzekeraar. En hier is de instantie vanuit de werkgever Zorg en Zekerheid gekoppeld. Dus op het moment dat dit veld gevuld is, met deze waarde, wordt automatisch de zorgverzekering als instantie bij de medewerker die in dienst meldt aangemaakt. Met de begindatum van het contract. Geen verdere omkijken naar. Ik klik hier op OK. En we gaan naar HRM, Payroll, Digitale Berichten, Meldingszorgverzekeraar. Want we hebben zojuist in dienstwizard voltooid. En dat betekent dat er ook een aanmelding klaar staat. We zien hem hier ook netjes naar voren komen. Deze medewerker, Susanna Kowalski, is per 1-6-2021 in dienst gekomen. En die heb ik aangemaakt op 8-6-2021. Want hier zien we de verzenddatum. In overleg met Zorg en Zekerheid hebben wij gekeken van hoe kunnen we de kans zo klein mogelijk houden dat stamgegevens, dus denk aan BSN, adresgegevens, uitvallen in de koppeling. En het blijkt dat die gegevens altijd in de gemeente basisadministratie ja, net wat achterlopen voordat ze bij Zorg en Zekerheid bekend zijn. Daarvoor hebben we gezegd, één dag later dan dat proces daadwerkelijk begint, gaan wij het bestand versturen. In dit geval 9-6, één dag na aanmaken. Nou, naast de indienst hebben we natuurlijk ook een mogelijkheid voor de uitdienst. Nou, hoe ziet dat eruit? Daarvoor switchen we weer even naar Insight. En gaan we naar de stamkaart van Susanna Kowalski. Want vanuit deze plek hebben we ook de knop uitdienst melden. Nou, uitdienst melden is zelfs nog iets makkelijker dan het indienst melden.
want hier hebben we helemaal geen gegevens tot onze beschikking voor zorg en zekerheid. Het is een gegeven dat als ik iemand uit dienst meld, dat uit automatisch ook de instantie regel wordt afgesloten. Dus in dit geval klik ik ook op aanmaken en geef Profit netjes aan, hij is opgeslagen. Nou, voor mijn demo maak ik geen gebruik van de workflow, dus deze wordt automatisch goedgekeurd en maak ik de switch terug naar Profit. Want in dit overzicht, waarbij ik nu ververs, zien we ook netjes de afmelding hierbij naar voren komen. Ik heb Suzanne uit dienst gemeld per 30/6 en we zien gelijk dat de verzenddatum van het bericht 1/7 zal zijn, 1 dag later. Nou zitten we er niet op te wachten dat je hier telkens naar dit overzicht gaat om berichten te versturen. Daarvoor hebben we een geplande taak in het leven geroepen. Een nieuwe geplande taak die je wel zal even moeten inrichten. Nou, waar gebeurt dat? Weer vanaf het startmenu van Algemeen gaan we onder beheer naar geplande taak. En hier zien we hem al staan, melding zorgverzekering. We hebben een nieuw type taak ontwikkeld en dat is melding zorgverzekering. Die doet niks anders dan al deze berichten die hier klaarstaan voor jou verzorgen. Nou, wat doen wij? 1 keer per dag. Want alle berichten staan toch 1 dag later klaar, dus je kan ze 1 keer per dag keurig verzenden. En in dit geval heb ik een taak aangemaakt die iedere morgen om 8 uur op alle dagen in de week netjes dit bericht naar zorg en zekerheid verstuurt. Tijdens de klantsessies kwamen we er ook achter dat het niet alleen handig is om te weten of een aan- of afmelding aangekomen is, maar dat je nu moet inloggen op het werkgeversportaal om te zien of deze ook verwerkt kan worden. Nou, samen met Zorg en Zekerheid zijn we aan het kijken om deze zogenoemde responsberichten, is een aanmelding verwerkt of is een afmelding verwerkt, om die te integreren tussen beide. Dus dat vanuit Zorg en Zekerheid een berichtje komt naar Profit van deze is op de juiste manier verwerkt en dat je dat inzicht vanaf 1 keer hebt. Voor nu, bedankt voor het kijken.